Terwijl Josia koning is, gaat farao nego de koning van Egypte, naar het land Assyrië om tegen zijn vijanden te vechten. Koning Josia trekt erop uit de farao te tegemoet om tegen hem te strijden. Maar vare nego stuurt boodschappers naar hem toe met de boodschap, wat is er nu toch met jou aan de hand? Ik val jou niet aan, maar mijn vijanden. God heeft me gezegd dat ik me moet haasten, dus stop met het tegenwerken van God, die met mij is, of hij zal jou vernietigen. Koning Josia negeert deze waarschuwing. Hij vermomt zich als een soldaat en voert zijn troepen aan de strijd in. Maar het gaat helemaal mis. Boogschutters schieten koning Josia neer. Hij zegt tegen zijn dienaren, breng mij weg. Want ik ben zwaar gewond. Ze halen hem uit zijn strijdwagen, zetten hem in een andere strijdwagen en brengen hem terug naar Jeruzalem. Daar sterft hij. Als hij begraven wordt, rouwen alle mensen uit zijn land om hem. De profeet Jeremia maakt een klaaglied over Josia. Begrafenissen zijn altijd erg verdrietig. Maar het maakt wel een verschil als iemand sterft die de Here kent. Dan is er ook troost. Want iedereen die van de Here houdt en sterft, zal voor altijd bij hem zijn. Het volk van Juda neemt Joahas, de zoon van Jozia. Ze zalfen hem en maken hem de volgende koning in Jeruzalem. Maar deze koning is opnieuw een slechte koning. Hij gehoorzaamt de Here niet en brengt zijn volk op een dwaalspoor. Waarom volgen de mensen toch elke keer het voorbeeld van de koning? Waarom houden ze zich niet aan Gods woorden? Hoe lang zal God geduld met hen hebben? Farao Nego komt. Hij zet koning Joahas eerst gevangen. Later neemt hij hem mee naar Egypte. Daar sterft koning Joahas. Farao Nego laat het volk hem ook veel zilver en goud betalen. Dan maakt Farao Nego een andere zoon van Josia koning, in plaats van zijn vader. Hij geeft hem een nieuwe naam. Hij noemt hem Jojakin. Wat voor soort koning zal hij zijn? Dat hoor je de volgende keer.